Sinds 2010 hebben we het al over dat dit het jaar van de elektrische auto gaat worden. Maar in 2017 zou die voorspelling zomaar eens uit kunnen gaan komen. Want het zijn de enige modellen waarop nog enig fiscaal voordeel te behalen valt. En, komt dat even mooi uit, de actieradius is nog nooit zo groot geweest. Is elektrisch rijden daarmee iets voor jou? Vandaag behandelen we de nieuwe Renault Zoe en de Hyundai Ioniq Electric. En we bekijken meteen hoe ver die EV's komen in de dagelijkse praktijk. De Renault Zoe loopt al sinds 2013 mee. Aan de buitenzijde mag er dan weinig aan de elektrische gezinsauto zijn veranderd. Onderhuids voeren de Fransen de ene na de andere aanpassing door. Zo heeft deze nieuwste versie een verbeterd batterijpakket onder de motorkap. De oorspronkelijke Zoe had een rijbereik van 200 kilometer. En binnen 4 jaar tijd is die actieradius verdubbeld tot 400 kilometer. In theorie althans. Of dat in de praktijk ook zo is, gaan we vandaag uitzoeken tijdens de opnames van dit vergelijk. Waarbij we wel moeten aantekenen dat het met een buitentemperatuur van 1 graad of 5 niet bepaald ideaal elektrisch autoweer is. De Hyundai Ioniq is helemaal nieuw. De elektrische Koreaan maakt deel uit van een modellenfamilie die in elke hoedanigheid met stroom van doen heeft. Het rijbereik van de Ioniq ligt met 280 kilometer een stuk lager dan dat van de Renault. Zou je daar nou 100 kilometer van verliezen in de praktijk, dan wordt het al een stuk minder aantrekkelijk om lange afstanden met de Hyundai te rijden. Maar we gaan het toch doen. We zetten de dagtellers op nul en gaan op weg. De Hyundai komt volgens de boordcomputer 176 kilometer ver. De Renault Zoe zou na 234 kilometer pas weer aan de lader hoeven. Dit is niet de eerste keer dat we een actieradiusproef verrijden met elektrische auto's. In het verleden hebben we dat al 2 keer eerder gedaan. We gebruiken hetzelfde traject, een gevarieerde route van Hartje Den Haag naar midden in de polder van Flevoland. En om de auto's een zo eerlijk mogelijke kans te geven, schakelen we grote stroomverbruikers, zoals de verwarming, uit. Zo heb ik er in de Renault bijvoorbeeld 13 kilometer bijgereden. Volgens de boordcomputer van de Hyundai hebben we halverwege slechts 30 kilometer afgelegd. Terwijl dat er in werkelijkheid bijna 60 zijn. De Ioniq is een ideale reisauto. Weliswaar had ik met mijn lengte, ik ben 1,93 meter, graag nog wat dichter bij de grond gezeten. Maar de stoelen zitten uitstekend en de auto is standaard uitgerust met tal van aangename accessoires. Zoals een navigatiesysteem en digitale radio. Een groot pluspunt van de Hyundai is zijn beschikbare veiligheidsuitrusting, waarvan de meeste hulpsystemen standaard worden meegeleverd. Die uitgebreide veiligheidsuitrusting ten spijt laat het zicht rondom in de Hyundai te wensen over. Zo zie ik weinig over mijn rechterschouder, omdat zich daar een enorme dode hoek bevindt. En ik zie nog minder wanneer het rechtopstaande achterruitje vies wordt. Daarnaast is de Ioniq niet als elektrische auto ontworpen. Er bestaan tenslotte ook nog een hybride en een stekkerhybride uitvoering van. En die hebben allebei een zware benzinemotor voorin. Deze auto heeft het meeste gewicht achterin liggen. En dat merk je wanneer je er hard mee door de bocht rijdt. De Renault Zoe is vanaf de eerste ontwerpschets als elektrische auto bedoeld. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat die comfortabeler is dan de Hyundai, want dat is hij namelijk niet. Voor een Franse auto is de Zoe zelfs vrij hard geveerd. Maar de motor en het batterijpakket zijn mooi gelijkmatig over de auto verdeeld en daardoor heeft de Zoe minder de neiging om over zijn voorwielen weg te glijden. De Zoe dankt zijn aantrekkelijke prijskaartje aan de batterijhuur, die nog eens bovenop de catalogusprijs komt. Dan kost de Renault ineens geen 22 mil meer, maar 22 mil plus minimaal 69 euro in de maand. Dit is de eerste Zoe die je compleet met batterijpakket kunt kopen. Alleen dan kost de auto zomaar 30.000 euro. En dat is een hoop geld voor een wagen met de binnenmaten van een Renault Clio. Zoveel hulpsystemen als er op de Ioniq leverbaar zijn, zo weinig veiligheidsuitrusting valt er op de Renault mee te bestellen. Een gevoelig punt, omdat de Franse autofabrikant op haar andere modellen wel zulke zaken aanbiedt. De Zoe heeft als enige EV een eigen omvormer aan boord, waardoor de auto sneller op krachten komt dan menig concurrent. Deze uitvoering, waarin we nu onderweg zijn, die kan 400 kilometer halen. Maar die kan weer niet snel laden. Wil je een Zoe die kan snel laden, dan lever je daar wel wat kilometertjes voor in. De nieuwe Zoe is voor het eerst leverbaar met stoelverwarming. Het knopje zit alleen op een hele rare plek, namelijk hier in de voetenbak. Je kan dus ook niet zien welke stand je hebt ingeschakeld en voor je het weet heb je te maken met standje sandal. De kofferbak is minimaal 338 en maximaal 1225 liter groot. Op de achterbank biedt de Zoe aan lange inzittenden te weinig hoofdruimte. Wie langer is dan 1,90 meter
zit achterin de Ioniq evengoed met zijn kruin tegen het plafond. De bagageruimte is met minimaal 455 en maximaal 1410 liter een stuk groter dan die van de Zoe. De grote vijfde deur maakt de kofferbak ook praktisch beter bruikbaar. Wie voorheen uit financiële motieven voor een elektrische auto koos, moest daar heel wat praktisch gebruiksgemak voor inleveren. Maar vandaag de dag kun je zonder concessies te hoeven doen voor een elektrische Hyundai of de vernieuwde Renault Zoe kiezen. De Renault rijdt het plezierigst en dankzij de speciale omvormer ben je bij een regulier laadpunt als snelste weer weg met een volle batterij. Bovendien hebben we vandaag gezien dat dat nieuwe batterijpakket zijn vruchten afwerpt. Want de Zoe komt het verst en sterker nog, ik zou op dezelfde ladingstroom gewoon weer terug naar Den Haag kunnen rijden. Iets wat ik met de Hyundai niet aan zou durven. Toch is het de Ioniq die dit knetterende vergelijk op zijn naam schrijft. En dat komt omdat de Nederlandse importeur een heel aantrekkelijk totaalpakket biedt. Wanneer je deze auto kiest, heb je niet alleen een elektrische auto waarmee je bij ieder laadpunt terecht kunt, je krijgt er van de importeur ook meteen een laadpaal en een laadpas bij. Daarnaast zit hij sowieso heel dik in zijn spullen, waarbij ik vooral de actieve veiligheidssystemen even wil noemen, en hij biedt de meeste binnenruimte. Tel je daar die 4% bijtelling bij op, dan was overstappen van een brandstofauto naar een elektrisch exemplaar nog nooit zo verleidelijk.